Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Yes, daar was hij weer. We konden hem weer een keer openen. Heb jij lekker geslapen trouwens? Ja. Ja, want waar zijn wij? In het huis. Oh, nog steeds in het vakantiehuisje. Roompot weer ter berge. Er zat wel een mug in de kamer. Nova had een mug in de kamer. Dus die heeft met nu ook Mavi. Een dikke duim. Mavi is een paar keer geprikt. Dus het was even een beetje minder iets. Maar ja, hey, dat mag de pret niet drukken. Want we hebben een hoop leuke dingen op programma. Kijk, Mavi is er ook bij. Lukt dat? Zo, kijk. Nou, ik hoef niet meer in beeld. Ik ben er bijna niet meer. Hé, hey, en we hebben Koos in beeld. Ja. En wat gaan wij nu als eerst doen? Wat gaan wij halen? Broodjes. Ja, ja. En? Wat is voor jou? Oh, wat gaan we nog meer halen? Koos. We gaan nog een Koos halen. Voor dus Mavi. Deze Koos, die krijgt een vriendje. Voor Mavi. Mavi doet het zo goed met plassen op de wc. Ja. En dat ja. verdient wel iets natuurlijk als beloning. Ja. Dus wij gaan eerst broodjes halen. En daarna zullen we vertellen wat we nog meer allemaal voor leuks gaan doen. Ja. Dus tot zo! Kijk eens, Jut en Jul. Maar zonder jassen. Vind je het koud, Nova? Nee. Nee, hè? Het is al echt lekker. Kijk, dus we gaan op weg naar de broodjes. En daar is al het centrumpje. You told me that it wasn't right. I knew it first that... Zo, wat een rust hier nog. Maar het meeste is ook nog dicht, want de snackbar is nog dicht en de achterwinkel is nog dicht. Supermarktje wel vanaf 8 uur open. Maar voor de rest is hier alles nog uitgestorven. Dus wij gaan dus op weg naar de supermarkt om de hoek. En wat een heerlijk weer, jongens. Zonnetje. Haha, ik hou ervan. Oké, dat is een behoorlijk feestfestijn zo voor een heel weeshuis, hè? Een feestmaal. Maar ook voor een weeshuis dan? Of? Ja, er komen toch nog 10 mensen voor langs. Oh, oké. Nee, dat verklaart wel inderdaad deze hele berg eten. Oké. One hour later. Zo, de buikjes zijn weer gevuld en we gaan nu naar de boerderij die aan de buitenkant van het park zit. Daar ben ik ook geweest toen ik nog heel jong was. En vorige keer toen wij hier waren, 11 maanden terug ongeveer, zijn we die gewoon helemaal vergeten. Er zijn diertjes, je kan er volgens mij wat eten drinken en ook pony of paard rijden. Maar goed, we gaan het allemaal zien. We nemen jullie weer mee. Het is nu bewolkt, maar mooi weer is onderweg en het is droog en behagelijk. En ik zie ineens een vliegtuig. Wat hebben wij met vliegtuigen? Ja, veel hè? Laatst. Ja, laatste tijd in vlogs constant op de vliegtuigen zijn. Ja, ze zoeken ons, ja. Nou goed, we gaan die kant op wandelen. Is echt letterlijk buiten de poort, dus tot zo. Kijk, en we zitten nu op nummer 21. En onze vorige bezoek in het park zaten op 167. Dit is een autovrij gedeelte, dit dus niet. Dus hier kan je gewoon met de auto parkeren. Het is best een groot park nog steeds, ja. Maar goed, we moesten die kant op, hè? Ja. Toch? Oké. Okay. Kijk, en letterlijk tegenover het park heb je dus hier ook ja, een soort van kinderspeelboerderij-achtig iets. Dat is iets groter dan ik me nog kan herinneren van vroeger. Maar je ziet er inderdaad al de ponies staan. Kan je dus inderdaad pony rijden voor 10 minuten of zoiets, voor 8 euro. Ook om speeltoestelletjes. We gaan eens even kijken. Oké, hier zijn dus al die helikopters van ons leger gebleven. Vet. Daar kan je niet bij komen, dat is puur voor de sier zo te zien. Hé, wat vervelend. Consumptie verplicht. Jongens, de consumptie is verplicht. Oh, vervelend. Vervelend, hè? Ambotvies, lekker drinken. Ja, hè. Je kan het gewoon wiebelen.
zit helemaal zo hoog. Hé, hey, daar is er één kind. Ja, je kan. Go. Het duurt lang. Nee, hoi. Zo, we hebben even lekker wat gedronken, kinderen hebben lekker gespeeld en dat betekent dat we nu naar de buren gaan lopen. Het ponyrijden is namelijk niet daar zo. Dus we gaan nu inderdaad naar de vlaggen die we daar zien. Ja, en daar kunnen we pony gaan rijden. We hebben even gebeld, want je moet reserveren. Want ja, ze hebben natuurlijk niet zoveel ponies, denk ik. En er zijn natuurlijk heel veel kinderen op zo'n vakantiepark. Dus we gaan eens even kijken hoe leuk Nova dat gaat vinden, hè? Ja. Ik denk dat we goed zijn, Nova. Ja. Ja, welke cap wil je? Ja. Oh, pak hem vast. Oh, wil je mijn glitters? Wauw. Pak hem vast. Hey, paardje. Hey. Wauw. Je bent goud. Wil je hem even aaien? Hey, witje. Alles goed? Alles goed? Ja. Ga je nog echt serieus op de grootste paard zitten, Nova? Wauw, wat ben jij groot! Ja, zo, dus jij bent de grootste van de hele manege. Oké. Nou, er staan er genoeg hier, oh. Kijk maar eens, die is ook wel groot trouwens, hoor, deze. Ja. Oh, hey. Doei. Vind je het leuk, Mavi? Ja, is leuk, hè? Oké. Nee, dus ze helpen wel even. Hoppakee. Oh, dag paardjes. Dag paardjes. Zo, en toen zat het paardrijden er dus weer op. En gaan wij nu weer richting het vakantiepark. Om nog even een rondje park te doen. En we hadden nog een hoop andere dingen in de planning staan. Hoe en wat, dat weten we zelf ook nog niet. Althans, ik niet. Dus dat zien jullie dadelijk weer vanzelf in deze vlog. Ja, en Mavi gaat nu even naar huis om te slapen. En dan gaan wij even naar de Kemal. Kemal? Ja. Hoi. Ja, want we hebben nog wat... Credits. Hè? Credits. Ja, we hebben nog wat credits over. En wat punten verzamelen we nog. Ja. Yeah. Wat heb je? Een jackpot. Jackpot? Zit de bal er nog in? Oh nee, hij is er al doorheen. Nee, zat hij in die jackpot? Ja. Wow. Misschien kan ik dan nog even. Kijk, nou komen we dus hier. Maar misschien kan ik... Nee, dat is altijd één keer. En die jackpot stond op 108. Kijk, hij telt af. En die tickets tot de nul komen dus hier eruit. Hé, hey, knapperd. Dat is wel heel geluk. Ja, eigenlijk moet je een monster. Dat zou mooi zijn. Wow, nou, sla maar. Nee hoor. Oeh, 10 punten. Wow. Nou. Oh, die ging op zich heel goed, zeg. 10 tickets. Spannend. Wat hebben we nou? Wat krijg ik? 15, zo te zien.
Oké, nog 11 credits remaining. Startknop in de ruk, schatje. Oh, bijna 10.000. Wow. Laatste bal. 5.000. Oh, spannend. Hoeveel krijg je er? Wauw, Nova, wat goed. 40. Hey, ik had net de camera niet aanstaan toen hij naar 10.000 ging. Hè? Hey, maar je loopt wel lekker op hoor. 60 punten. Oké. Okay. We gaan eens kijken of we weer een jackpot kunnen scoren. Boom, 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 boom. Bonusbal. Oké, okay, we blijven gokken jongens met de bal. En go. Zo, die ging echt alle kanten op zeg. Oh, spannend. Oh, mystery value. Ja, mystery value. Oeh, spannend. Wat gaat het worden? Kijk, 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 naar boven. Ah, 9. Dat... Het was wel spannend, toch? Zo, het kaartje is leeg. Dat betekent dat we even alle puntjes gaan inleveren. Die worden hier gelijk versnipperd. En vervolgens kunnen we kijken hoeveel punten we totaal hebben op ons pasje. Alvorens we gaan kijken wat voor cadeautje we kunnen uitzoeken. Wauw, nou daar gaat de jackpot jongens. Eten geblazen. Zo hé. Hey, we hebben meer punten dan gisteren. Nee, net niet. Oh, wacht, jawel, hebben we wel. Hebben die ook nog. Ja, dus we hebben meer punten dan gisteren. Ja, nou komt het moeilijkste van allemaal. En dat is uitzoeken wat je wil. Ja, goed, toen waren we helemaal alleen hier. Ook geen personeel te vinden. En nu? Help! Spring, spring, spring. Papa, ja, ze zijn iets bezig. Maar laat jou buiten zien, schatje. Want vasthouden. Jij hebt, wat heb je als eerst? Squeezy. Een soort van squeezy. Die heb jij zo meteen uitpakken. Ja, dat doen ze dadelijk. Dan hebben we hier... Je denkt, dit zijn normale amandelen, maar dit is eigenlijk een pen. Oh. Dat laten we zo meteen ook zien. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wow, en wat is dat? Lollies, dus oh. Een cola lolly en 2 bubbelpunten. Lekker. Nou, hey. Dan hadden we nog 5 punten over. Ja. Daar was je 2 jaar geld. 2 jaar. Oké, okay, dus als we nog ooit een keer bij een Game City komen, dan kunnen we datzelfde niet pasje gewoon gebruiken. Ja, precies. Oké, okay. Handig. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En, is het een squeezy? Ja, maar er is nog een ding. Hij geeft licht. Oh, zit er een lampje in? Nu zie je het niet. Nee. Waar zit het lampje? Ja, misschien werkt hij zo wel, ja. Nou, er zit in ieder geval een knipperlichtje in. Ja, dat laten we nog wel zien als het een keer donker is. Oké, okay, toppie, toppie, toppie. Dan gaan we eventjes die openmaken. Dat gaat heel makkelijk. Kijk. Dan heb je gewoon een armband? Ja? Ja, ja, ja. En die kan je openmaken en dan krijg je een pen. Kijk nou. En ik ga het gewoon zo omdoen. Zo, handig. En dan heb je er heel veel. Ja. Super tof. En deze 6. Zo hé. Wauw, hey, past dus ook om je nek. Dat hebben ze in land, bepaalde landen, ja, hebben ze dat al die ringen om je nek. Ah, snackbar, oké. Okay. Wat hebben ze hier? Oh, knetterijs, X-pop. Oké, okay. Lekker hoor. Oh, lekker jongens. Disco dip, nootjes. En inderdaad het knetterijsje wat je hebt genomen. Ik ga nu kijken of het echt knettert. Ja, ik ben benieuwd. En knettert het? Ja? Het is alleen een topje, hè? Topje zit een speciale spul op wat knettert inderdaad. En de rest gewoon een waterijsje. Zo, en zo houden we ons bezig terug richting het huisje. Het is geen kastanje, schat. Het is een dennenappel. Maar we zijn een dennenappel aan het schoppen totdat we bij het huisje zijn. Ja. Ja, we zijn er jongens. We zijn er. Moet iemand tot de achterdeur? Jeetje. Oké. Okay. Zo, en toen zijn we weer dus even thuis. We gaan even relaxen. Mavi ligt nog even een schoonheidsslaapje te doen. Dan gaan we naar lunchen. Nova die is nog eventjes, die heeft zich teruggetrokken in de slaapkamer met de tablet. Dus wij gaan gewoon even een Avengers game spel, namespel, game, film opstarten. Ja, het is ook tijd dat ik ook even een dutje zou doen. Dat is het. A few moments later. Hey.
Zag je net dat shotje dat papa en Nova lekker hebben... Nee, niet papa en Nova. Papa en Jeroen lekker hebben chillen. Zag je ze slapen net? Ja. Ja, die liggen gewoon even op de bank. Maar wij niet. Nee, wij zijn aan het lopen naar het eigenlijk receptie. Nou, het centrumstukje, ja, precies. Om naar een soort van mini-kids disco te gaan. Ja, hè? Het is Koos Live. Nee, het was niet Koos Live. Nee. Het was iets met DJ Koos. Dus Koos mee. Hey, Koos mee. En eens kijken, want het is in ieder geval met muziek en dansen waarschijnlijk. Maar ik weet ook niet precies. Het klonk leuk, dus we gaan eens even die kant op. 2, 1, Koos! Zien jullie Koos ergens? Oh, daar is hij. Wat ga je maken? Muziek! Deze... Nou, dat geeft niet. We gaan lekker muziekje maken. Want ja, wat is er is gebeurd? De muziek is kapot, hè? Onze DJ Koos daar. Die heeft de muziek kapot gemaakt. Het laatste liedje. Dan gaan we even naar binnen. Zo, lekker gedanst. Wij lopen nog even deze kant op. Voor hier, want we hebben namelijk de trampolines nog niet uitgetest. Nee, dit jaar nog niet, hè? Vorig jaar wel, maar dit jaar nog niet. Dus die moet nog even getest worden. 7? Ja, want die gaat aflopen. Want hij gaat nu naar beneden. Maar het is nog 6 minuten. Ja, maar hij moet wel naar beneden toe gaan, dus eerder dat hij beneden is. Oh. Zo, daar zijn we. Jee, hij is naar beneden. Nu wel. Woehoe! Zo, die kan lekker hoog. Oh, arme Koos. Kijk hem springen. Ja, dit zou leuk zijn in de achtertuin of zo. Van een hele goeie. Wat heb je wilde haren ineens? En wat zei jij? Ik? Ik heb een droge keel, ik ben kapot. Oftewel, ijs geslaagd. Zo, Nova lekker gedanst, lekker gesprongen, is nu kapot, heeft dorst. Is helemaal, ja, ik bedoel, conditie, hè, dat Nee hoor, het gaat goed, maar we gaan lekker nog wel even naar het huisje toe, hadden we ook afgesproken. Even wat drinken, eventjes wat lekkers nemen. En dan gaan we het park rond, dus dan beginnen we even waarschijnlijk met een ijskoffie, want die wilden Melissa en Dennis heel graag nog nemen. En dan gaan we het rondje, even een paar speeltuintjes en even gewoon een rondje over het park. Waarna we naar het restaurant gaan, zoals Nova net zei. Dus nu even terug naar het huisje. Nova gaat nog wel via de avontuurlijke route, zie ik. Neemt alles. Dus zo moe is ze ook weer niet. Maar we gaan eens daar kijken of Mavi al wakker is. En nee, ik heb niet geslapen. Dat is in scène gezet. Ja. Maar we zijn dus nu weer lekker aan het wandelen. We gaan even een rondje park doen. We hebben ook ineens een hond bij ons. We gaan even een lekkere ijskoffie halen en speeltuintjes afgaan. We laten jullie weer wat sfeerbeelden zien. Dus we gaan ervoor. En het zonnetje, die breekt weer lekker door. Heerlijk. Oké, we hebben nog geen ijskoffie op dit moment, want ze hadden geen bekers om mee te nemen. En als we nu op het terras gingen zitten, dan hadden we niet genoeg tijd om nog even lekker door het park te wandelen. Want we hebben namelijk ook gereserveerd bij het pizza en pasta restaurant hier. Dus we gaan nu eerst even wandelen en bij de bingo, ja jullie horen het goed, we hebben vanavond een familie bingo waar we aan mee gaan doen. Daar kun je die ijskoffie ook bestellen, dus we gaan lekker genieten dan op dat moment van de ijskoffie. En nu even lekker wandelen. En Nova die probeert erop te komen. Moet ik even helpen? Ja. Oké, nou klim er maar op. Kijk, alsjeblieft. Gewoon springen, joh. Oei! Wow! En nu, papa! Blauwe billen, blauwe billen, la la la. Hé, hey, krijg nou wat. Dat is gewoon het huisje waar wij 11 maanden geleden ook al zaten. Ja,
Nou, dat was het weer, hè? Ja, dat was toch leuk, hè? Ja, hartstikke leuk, hè? Herinneringen. Ja, toen was het 35 graden. Nu is het gewoon lekker 23 graden. Ik dacht dat dit huisje ook cool was. Ja, die was heel cool, want op zich heeft hij heel weinig beschutting. Ja, precies. Dat is eigenlijk wel. Dat klopt, maar het werkte als een trein. Zo. Hallo. Hey, jullie ook hier. Paletkleurtjes. Ja. Je kan natuurlijk die speeltoestellen ook voor andere doeleinden gebruiken. Zoals een duikelrek. Een duikelrek. Eén, twee, hoppakee. Super vet. Hoppakee. Doe je gewoon even. En? En? Ja, dat had ik net al. Tot je zo er, tot je zo hoog stond, zeg maar. En dan zo een beetje ja, beneden. Alsof. En terug. Ja, spierballen kweken. Ja, toch voel ik een afstand. Ze zijn met elkaar aan het praten, zo heel zachtjes. Gek, hè? Weer een speeltuintje ontdekt. Ja. Wauw. Echt, hoezo heb je luxe speeltoestellen nodig en zo? Terwijl die twee zich gewoon zo lekker in het zand kunnen vermaken. Wij lekker aan het genieten zijn van het zonnetje. Ja, dit is wel weer even een relax gevoel. Oh jongens, tijd om lekker te gaan eten. Lekkere carpaccio neem ik. En, wat had ik ook alweer? Je had pasta bolognese. Oh ja, pasta. Ja, en jij pizza, hè? Ja, ik heb weer pizza. Ja. Pasta met kaas. Ja. En geen saus. En geen saus. Echt, hè? Je bent een beetje gek, hè? Ja. Ja. Ach. Oeh, lekker, lekker, lekker. Eet smakelijk. Mmm, lekker, Mavi. Lekker? Ik heb terugslag. Zo, goed hoor. Ja, lekker. Je hebt al lekker je pizza. Mm-hmm. Je hebt al lekker je pizza. Je bord leeg. Maar we hebben nog geen pasta. Ja, weet ik, maar dat is voor Mavi. Ja. Oké, okay, nou, we wachten nog even. Ja. Zo, en inmiddels is de pasta ook gearriveerd. En kunnen wij ook lekker eten, hè? Nova is een klein beetje verdrietig, maar dat leggen we straks nog wel even uit hoe dat komt. Oké, okay, dit is dus Nova's oor nu, op dit moment. En je hebt een gat in je oor. Ik heb een gat in mijn oor. Oké, nou dat was dus inderdaad even de reden waarom Nova een klein beetje verdrietig was. Ze kwam tot de ontdekking dat de oorbel, die ze dus nu niet zo lang geleden heeft laten schieten, tot die ineens weg was. Dus Nova was een klein beetje in paniek, want ja, dat oorbel, die oorlel die groeit ontiegelijk snel dicht. Maar toen kwam de serveerster van het restaurant met een heel goed idee. Van steek dan eventjes het oorbel van Melissa in het oor, zodat in ieder geval het gaatje open blijft. Ja. Gaan wij morgen weer. Nadat ze op school is geweest, even langs de juwelier om nieuw chirurgisch staal erin te laten zetten. Ja, je hebt nu zilver. Eigenlijk mag dat wel, maar omdat we het een beetje ontsteken was, hadden we toch 8 weken laten zitten. Ja. Maar eigenlijk hoefde ik maar 6 weken. Ja, dus op zich zou het geen kwaad kunnen dat er nu zilver in zit, bedoel je? Nee. Oké. En 1 dag ontsteken maakt ook niet uit. Nee. Kunnen we nog wel weer sprayen, hè? Ja. Maar dat is dus de reden. Nova was een klein beetje in paniek omdat ze ineens de oorbel kwijt was. Ja, dat is ook zonde. En dat is natuurlijk zonde, maar vooral ook paniek. Hè? Het kan weer dichtgroeien en zo, moet het weer geschoten worden. En dat was natuurlijk ook best pijnlijk. Maar goed, we hebben het perfect opgelost op deze manier. We hebben onze buikjes volgegeten. We zijn nu onderweg richting het speelparadijs, het centrum hier van Rompeltweertebergen. Ik ben benieuwd of het binnen of buiten is eigenlijk. Ja, ik hoop stiekem eigenlijk wel een beetje buiten. Het is best wel lekker buiten. Anders is het weer zo benauwd natuurlijk. Ja. Maar we gaan dus naar de familiebingo. Ja. Ja. Is dit gewoon de binnenkant van deze? Ja, het lijkt van afstand zie je bijna niet dat het Nee, je ziet bijna geen verschil. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar goed, we gaan even kijken waar we dus, of we buiten of binnen zitten. En we hopen dat we misschien nog een klein prijsje mee naar huis kunnen nemen. Of gewoon de hoofdprijs. Ja, ja. Hey. Ja, of gewoon een troostprijs. Of een troostprijs. Ja, als we maar gewoon ons geld terugverdienen, dat vind ik het beste, ja. Als we gewoon maar lol hebben. Ja, oh, ook nog. Oh, dat hoort ook nog bij. Meedoen is belangrijk. Fuck it, ik wil winnen. Ik wil winnen. En nog een keer de hondjes. Nou, is er ineens nog even een stukje Coast Life die we mee konden pakken. Haha. En we hebben al een mooi plekje. Zo, dichtbij. De vlog is live, dus ja, Dennis doet even de vlog. En hier komt straks dan ook de bingo, denken we. Ja jongens, waar we ook zijn, we zijn bijna altijd bij de live premières van onze vlogs. Het is leuk dat jullie lekker aanwezig zijn in de chat. Oeh, spannend. Er gaat Jamie weg, jepje. Spannend. We hebben ze al jongens. Kijk, en het staat allemaal klaar. Hey, en denk je dat we weer een prijsje kunnen gaan winnen? Ja, zeker een vishengel. Ja, vishengel, die staat er niet bij.
Nee, we hebben natuurlijk in de vorige kinderbingo, in de vorige vlog, hadden we natuurlijk een... Visnet! Een visnet gewonnen, ja. Dus we zijn benieuwd wat we gaan, of we iets gaan winnen. We zijn benieuwd. Precies. Het is niet zo heel druk, denk ik. Denk ik. Ja, jij mag dat. Ja. Nummer 13, nummer 13, nummer 13. Ja, hè? 56. Nee. Nog één, nog één. 42. Ah. Oh. Oh, shit. Dat moet, we moeten door? Nee. 15. Oh, oh, nee, nee. Oké, okay. Oh, met de bal. Ja, ah! 16. Ah! Yay! We hebben hem. Wat hebben we gewonnen eigenlijk? Het krukje. Oh ja, het krukje. Het krukje. Ja, die, en die willen ze heel graag. Oh, krukje. Yay! En er waren 80 knop van de bingo. Yay! Oei, oei. Oké, okay, en dan gaan we verder met twee rijen. Maar ik hoorde een bingo van mij. Was er een bingo? Nee, toch? 67. Spannend, jongens. Voor een hoofdprijs hoeven er nog maar één. Nummer 7. Nummer 7. 58. Bingo! 58. Woe! Kom maar mee, Nova. Ja. Voor een rituelspakket. Succes, Nova. Doei! Spannend! 16, dat was een popknop in de bingo. Yay! Veel plezier, hè, ermee. Zo, en toen zat de bingo erop. We hebben gewoon twee keer prijs, jongens. Met deze bingo. Een rituals pakket, de hoofdprijs van een van de rondes. En een opvouwbaar trapje. Ideaal voor Jeroen, want die is niet zo lang. Toch, Jeroen? Je bent niet zo lang, hè? Dus een trapje is ideaal voor jou, toch? En, daar kan ik eindelijk bij... Bij het aanrecht. Maar goed, het is tijd om naar het huisje te gaan en dan gaan wij onze reis vervolgen weer terug naar Etten-Leur. Jeroen en Melissa en Mavi, die blijven hier nog eventjes. En Jeroen die gaat er al vandoor met de fiets. Woe! Wow, we krijgen nog even een privé showtje hier zo. Woe! Dat is zigzag, toch? Ja, ik wou zeggen, dat is gewoon kinderen voor kinderen. Kinderen voor kinderen. Mee. Woe. Ah, de bedjes zijn al afgeruimd. De koffer is alweer bijna gevuld. De laatste spulletjes gaan erin. En dat betekent dat wij zo inderdaad terug gaan rijden naar Etten-Leur. De dames die zijn hier nog eventjes lekker wat foto's aan het schieten. En aan het knuffelen en zo. Maar het lukt niet meer, nee. Het is immers al iets van 9:30 of zoiets. En ja, Mavi die hoort normaal gesproken al een paar uurtjes op bed te liggen. Dus ja, hé. Hey, en over ook trouwens natuurlijk. Hé, hey, ja, is opgelucht, jongen. Eruit! Eruit, ja, oké. Oké, nou, we gaan de spullen zo de auto ingooien. Ja, en Jeroen heeft zijn roeping gemist. Ja, als kindentertainer. Oeh, belletjes. Oeh, belletjes. Zo, alles zit er weer in. Het is tijd om de reis naar huis te maken. Ongeveer een uurtje rijden. Doei doei! 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 Maar we doen iets verkeerd. Ha, ja, ik weet niet. Oh, het is wel donker, maar we hebben ineens iemand bij ons nog. Wat doet hij nou in die auto? Oké. Oh, ijzer niet. Ijzer niet. Nou, vooruit. Neem een stukje mee om even zijn auto op te pikken daar aan het begin. Vooruit. Dag. Dag! Dag! Tot de volgende keer! Dag, dag hoor! Dag! Dag, ja! Dag! Zo, en toen waren we weer in Etten-Leur, jongens. Tijd om de auto weer leeg te gaan laden, Nova snel op bed te gaan leggen. En zelf nog niet te gaan slapen. Ja, want die heb ik gemist vandaag natuurlijk. De Formule 1 wedstrijd in Oostenrijk. Dus die gaan we eventjes terugkijken. Nova wordt op dit moment naar bed gelegd. Ik moet even wat licht voor jullie maken, jongens. Want het is een beetje donker hier, hè? Kijk, dat is beter, hè? Ja. Nova die wordt inmiddels op bed gelegd. Spulletjes worden al uitgeruimd. Katten hebben eten gekregen, worden geknuffeld. Dus het is nu tijd tot ik deze vlog ga afsluiten. Ik hoop dat we jullie weer een goed beeld hebben gegeven van Weertebergen. Ja, van Weertebergen. We hebben wat leuke uitstapjes gedaan. Gewoon het algemeen parkbezoek. Ja, lekker gegeten, lekker gedronken.
We hebben met de bingo meegedaan. En zo, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En de vorige vlog natuurlijk ook nog een stukje zwembad en zo. Dus heb je die allemaal nog niet gezien? Kijk ze zeker even terug, de video's. Je kan ze allemaal weer op ons kanaal terugvinden. En dan willen jullie bedanken voor het kijken. Zeker weten. Mochten jullie natuurlijk helemaal niks van ons willen missen, dan kan dat natuurlijk om te abonneren op ons kanaal. Het is helemaal gratis, zit er geen verplichtingen aan. Aan de zijkant van die abonneerknop vind je een belletje. En als je daarop klikt, dan krijg je automatisch weer bericht zodra we een nieuwe video hebben geüpload. Het is ook mogelijk om lid te worden op ons kanaal. Voor een vast bedrag per maand krijg jij exclusiviteit en support je ons kanaal. Wil je meer weten wat het allemaal inhoudt, klik dan even op die lid worden knop. Dan leg ik graag in een video aan jullie uit wat het allemaal precies inhoudt. Laat natuurlijk ook die duim omhoog achter. En voor nu kunnen we niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei, dankjewel voor het kijken. Kom, Mavi. We moeten eerst nog even afrekenen. Kom. Ja, hele brede voeten, hè? Ja, hij kan goed lopen. Hij kan goed lopen. Oké, de opdracht is zoek de kat. Die zit hieronder. Ik ga kijken of ik hem in beeld kan krijgen. Oei, als jullie heel goed kijken, zie je twee oogjes. Maar hij is een beetje bangig, helaas. We dachten misschien dat hij even komen knuffelen. Maar nee, we gaan weer verder. Nog steeds op weg naar huis. Op je hoofd. Hey, zijn jullie blij dat wij er weer zijn? Ja. Hoi. Oh, bijna tegen de camera. Hey, kijk eens, lekker eten, mevrouwtje.